Oedo, het feestje was in Genk vandaag, hè? Ja, het was heel leuk ook. Ik kijk er naar uit, want het is denk ik de tweede maand dat ik hier sta. En vorige keer was er regen. En ik heb gehoord dat er ook dit jaar in Genk zeer veel regen is gevallen. En vandaag is het droog gebleven. Dus dat was heel fijn om de mensen te zien genieten. Zeg, je bent met heel veel zaken al bezig geweest de afgelopen tijd. Je had ook een verrassing bij vandaag in Genk, hè? Ja, ik had een verrassing bij, omdat ik nog niet zo lang geleden aan de preselecties van Eurosong heb meegedaan om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. En dat, ja, ik ben daar niet in geslaagd, maar ik heb wel zeer fijne mensen leren kennen. Zowel in de preselecties als in de finale. En één daarvan is Jas, die hier trouwens aanwezig was. En waarvan ik hoop dat hij ooit ook gevraagd wordt voor Parkies Genk. En de andere was Sil. En daar heb ik een single mee opgenomen. En zij was hier vanavond om het publiek mee te vermaken. En om eigenlijk de single die ik met haar heb voor te stellen. En ook haar nummer dat ze schitterend gebracht heeft op het Eurovisie, enfin, op het Eurosong, hier ook nog eens te brengen. En ik ben daar zeer blij om. En zij was ook echt blij. En ik heb echt een heel groot enthousiasme gemerkt bij het publiek. Dus dat is fijn. Dat doet mij plezier. En Zomer in je hart? Zomer in je hart, dat is mijn solo-single die ik net heb uitgebracht. Dat is een nummer dat mij zeer, zeer na aan het hart ligt, omdat ik dat zelf geschreven heb. En dat het een beetje een scharnierpunt symboliseert in mijn leven. Namelijk een nieuwe vriendin en het vergeten van alles, alle miserie die ik ervoor heb gehad. En ik denk dat het zo'n beetje symbool staat ook voor de miserie die mensen meemaken in het leven. De pieken en de dalen. En dat mensen eigenlijk zich ook moeten bedenken dat ze maar één keer leven. En dat ze opnieuw hun hart moeten durven openstellen voor iemand. En voor de zomer. De zomer binnenlaten in je hart. En dat is ook wat er hier in Genk gebeurd is. En ik hoop dat er voortaan alleen maar zonnetje schijnt hier in Limburg. Je hebt een heel goede band met jouw fans. Je gaat ook weer van het podium af, gewoon regelrecht het publiek in. Dat doet wel iets voor de mensen, denk ik, hè? En voor jou? Ja, ik vind dat vooral heel leuk, omdat ik graag dicht bij de mensen sta. En ik betrek ook mensen graag. Weet je, als je veel energie krijgt van het publiek, dan kan je ook veel meer energie teruggeven. En daar draait muziek om. Het draait niet om gezien te worden of om bekend te zijn of om centjes te verdienen. Dat moet helemaal niet in de muziek zijn. Maar het draait gewoon om een soort van gevoel over te brengen telkens. En passie en een vibe, een feel-good vibe. En als je dat dan terugkrijgt van het publiek, dat is voor mij dan toch, ik denk voor heel veel artiesten, het mooiste wat er is. Je hebt ook op je Facebookpagina, je nomineert altijd iemand, een fan van de week. Dat is waar, ja, dat is een app, zoals dat dan deze dagen is, of heet. Dat is een app van de week. En er zijn bijzonder veel mensen die op mijn fanpagina zitten, meer en meer. En het is ook leuk om te zien dat er ook af en toe eens een man tussen zit. Want de mensen denken, die Noodo die heeft alleen maar madame die fan zijn. En dat, voornamelijk is dat wel zo, maar er zitten dus ook mannen tussen. En dat vind ik dan wel eens leuk om te zien. Er zijn nog medestanders in het leven. Ja. Dat is ook altijd leuk. De Rode Duivels gingen naar Brazilië, maar jij bracht Brazilië naar Genk vandaag, hè? Ja, ik denk dat ik net als de meeste Belgen enorm heb toegeleefd naar het WK en meegeleefd ook met onze Rode Duivels. En ik vind eigenlijk, zoals de meeste mensen ook, dat ze er onverdiend uit lagen tegen Argentinië. We hadden evengoed in de halve finale en de finale kunnen staan. En ik dacht, laat me toch een beetje die Braziliaanse sfeer hier brengen en de mensen wat laten bewegen. En vooral de mensen aan de toog hebben enorm bewogen. Dan merk je dan dat daar al wat drank gevloeid is. Maar dat is het, of mojito, kan ook. Vooral mojito, denk ik, want daar zit van alles in. Ik ben er op dit moment een aan het drinken, dat ziet u natuurlijk niet. Maar het is leuk om te zien, dat vind ik zo leuk aan het park, is dat mensen zich amuseren en een frietje steken, een drankje drinken, wat babbelen en wat van de muziek genieten. En dat is plezant. En als je dan zo wat sfeer erin kan brengen, dan heb je een mooie avond.